terug nieuwe kleding. Paul, hier komt het vandaan. Deze industriële wasserij, aanvankelijk een familiebedrijf, concentreerde zich voornamelijk op het reinigen en herstellen van bedrijfskleding voor lokale ondernemingen, waaronder Alcidior Mittal. Ook voor de grote staalfabriek in Leuk, genaamd Houtvonnex B, produceerde het bedrijf kleding. In 2016 werd het overgenomen en verplaatst naar een modernere locatie. De voormalige locatie raakt de komende jaren steeds verder in verval. Wat de verdere toekomst is van de locatie is onbekend. Hallo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuw avontuur van Lost Buildings. Vandaag staan we voor een verlaten wasserette in België. Je kijkt naar Lost Buildings. Yo. De barende droogzakken, hier hangt de kleding in te drogen. Nee. Kijk. Nee. Hier dan zetten ze dan dingen in. Dat ging naar beneden of hier lag heel veel water in, dat ze droog zijn, die in hadden. Iets in die richting. Dit is echt bizar. Hey, goed nieuwe kleding. Hier regelen ze ook van alles. Hier werd het allemaal hersteld. Ja. Prachtige naaimachines, inderdaad. Van Pifaf.
Heel mooi. Allemaal verschillende bedrijfskleding, ja. Is dat een beroep? Ja. Wat een knappe beroep. Ja, op zich wel. Een goede werkbroek, zeg maar. Ja. Hier ook allemaal nieuwe kleding. Zonder dat hier niemand meer naar hem kijkt. En dan had je hier nog een soort werkplek. Hier stonden dan stoelen aan en dan konden mensen de administratie bij werken. Dit is een hele oude. Daar is verder niet heel veel. Hier konden de medewerkers dan een kleding in opslaan als ze hier aan het werk moesten. Kluisjes. Kluisjes inderdaad. Lockers. Gelieve de deur toe te doen, dank u. Werkjassen. Van die stofjassen. Ja. Dat zoals je wel ziet, allemaal werkkleding, polo's. Of misschien maakten ze hier wel kleding voor dat bedrijf en dat dan werd uitgeleverd. Hier stonden de spoelen op en dan kon je er zo opzetten en dan werd dat naar die naaimachine toegebracht. Ja, via deze manier. Heel bijzonder. We gaan verder. Deze kant hebben we nog niet geëxplored.
zijn zuiveringen. Ja, dat zijn pompsystemen. Hé, hey, wat is dit dan geweest? Dit lijkt een wasmiddel. Oh ja. Schoonmaakspul. Oké, dus. Kast 1, industrie. Bouwer. Dit lijken wel, inderdaad van die dingen. Mengmachines voor de, ja, voor de vader en het wasmiddel. Ja, dit zijn warm waterboilers. Ja. De hele grote hendels. Of kantoor. Ja. Allemaal servies. Ik hoop niet dat je een geluid weet. Ja, nog een mooie stoel. Laten we nog een beetje meer kijken dat we nog wat informatie kunnen vinden ofzo. Misschien nog wat Ja. Oh, moet je kijken, bizarre vondst. Omdat je niet steekt, hè? Nee, niet prima. En allemaal zilverfolie, zie je? Ja. Oh, kijk, dit is de keuken. Paul, hier komt het vandaan, die gestink. Moet je kijken. Kijk, hier hangt ook een vliegend ding. Dit is een raar iets. Hier hangt een vliegend ding. Het is net een woonkier. Ja, dat is nog van vroeger. Ja, zeker weten. Oké, dit was de locatie, meer mensen.
Bedankt voor het kijken naar deze spectaculaire aflevering van Lost Buildings, waarin we vanuit een textielfabriek bezoeken, vol met oude kleding en allemaal. Ik zie jullie bij de volgende video. Laters.